Jij bent Peter van Oost. We hebben met Jiroch in Amsterdam, je vecht tegen Koban. We hebben met Shakurik in Amsterdam. Het is bekend dat als die twee clubs tegen elkaar vechten, altijd sensatie genoeg. Hè? Twee sterke clubs, meestal hele sterke leerlingen die tegen elkaar opgewassen zijn. Wat denk je van je kansen in het gevecht ten opzichte van Koban? Wat denk je van hem? Nou ja, ik probeer natuurlijk ook te winnen in de ring. Maar het is een vrij sterke tegenstander. En het is net wat Nico Bloemberg al zei, van, het gaat erom in de ring wie op dat moment de beste vorm heeft. En die wint mijzelf trouwens. Dus eigenlijk, je bedoelt hiermee eigenlijk dat het de vorm van het moment in de ring, dat eigenlijk misschien doorslaggevend is voor het gevecht, dat jullie voor de rest in principe 50-50 kans hebben? Ja, want hij traint erg hard en ik train ook erg hard. En ik dacht dat het in elkaar gewaagd was. Nou, dus we zijn een spektakel te verwachten. Ja. Oké, bedankt en veel succes.